En toen regent het. Hele goede middag. Het is zaterdag vandaag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een volgende 50-plusser. En wij zijn op de boot, zoals je kan zien. Chris aan het stofzuigen. En we gaan beginnen aan onze vakantie. Ja, eindelijk. Het gaat slecht weer worden, hebben we gehoord. Dus daar zijn we minder blij mee. En eigenlijk is het altijd, als wij bouwvakvakantie hebben, dat we dan slecht weer hebben. Ik heb vlogs teruggekeken vanmorgen en ik zag dus vlogs van mij van 2019. En daar hadden we ook van dit weer. Dus het is nu nog lekker warm, maar er schijnt onweer aan te komen. En wisselvallig weer. Celine komt zo, die brengt Romke weer terug. Want die moest nog voor zijn inenting, dus die had een paar dagen mee. Het is allemaal feest van de week, want hij had 3 sokken opgegeten en die moesten er natuurlijk weer uit. Dus toen is hij al eerder naar de dierenarts geweest. Heeft een injectie gekregen om alles er weer uit te kotsen. En toen kwamen er nog 3 uit. En thuis had hij ook alleen uitgekotst, dus hij had in totaal 4 in de maag zitten. Maar ik zal even in de gaten houden, want ze zal zo wel komen. Romke. Hé. Hey. Wat wil je dan? Blijf maar lekker hier, joh. Ja, hier is lekker, hoor. Nou ja, de binnen is het ook wel lekker, hoor. Nou, we hebben een broodje gegeten. Celine heeft Romke alweer teruggebracht. Romke heeft zijn check-up gehad. Die heeft een urineonderzoek gehad. Of tenminste, een klein urineonderzoek. Dat bleek dat hij te veel eiwitten in zijn urine had. Want hij wordt wat magerder, dus dat maakt ons wel zorgen om. Maar de oorzaak konden ze niet echt vinden waarom hij magerder wordt. Ja, het kan gewoon ouderdom zijn. En dat hij nu wat te veel eiwit in urine had, dat kan ook komen van de stress. En hij heeft natuurlijk van de week heeft hij injectie gehad om te kunnen kotsen. En het was heel gedoe omdat hij die sok in zijn maag had. Dus daar kan het ook van komen. Dus hou even in de gaten. Anders dan kan het blijken dat zijn nieren niet goed meer werken. Maar volgens nog is hij zijn hart was goed. Longen waren goed. Dus hij is voor zijn leeftijd een gezond hondje. Verder dus. Daar zijn we blij om. Hij heeft zijn prikjes gehad. Zijn jaarlijkse inentingen. Dus klaar. En we blijven lekker hier in de Terhene liggen vandaag. Ik had een paar kleine dingetjes nog vergeten. Gaan we bij de supermarkt halen. Gaan vanavond hier even eten. Ja, het is het begin van onze vakantie. Oh, we zijn allebei echt finaal kapot en gort. We hebben echt een jaar al zoveel drukte en stress gehad. En nou vakantie. Dan laat je het los en dan merk je dat je pas zo moe je bent. Ja. Maar we mogen ons er nu aan toegeven. Thank you.
En toen regent het. Goedemorgen, het is het is nog ochtend. Het is zondag vandaag. Wij liggen in Ter Heerde nog. Vannacht heel slecht weer gehad. En met de ontbijt, dus ik ben nu de boel aan het opruimen. Chris is voorbezig, die legt de stroomkabel weer uit. Die had hem binnengehaald, want we hadden eigenlijk eerst plannen om de richting van Stavoren uit te gaan. Maar dat is... Nou, haast wel 4 uur varen van hieruit. En gisteren is het heel slecht weer geweest. En de voorspelling is ook niet zo jovel. En als je dan 1 keer eens tevoren ligt, moet je er ook weer weg. Want wij moeten, het is nu zondag. Ja, als je daar vast ligt een paar dagen, dan je kan geen kant uit. Want dan moet je weer terug. Vanuit Stavoren is er niks meer, dan heb je thuis nog meer. Dus hebben we toch wel besloten om te blijven. Omdat we hier dan ook de auto hebben. Dus als we ons vervelen, kunnen we altijd de auto nog pakken. Ja goed, het is een beetje jammer, je hebt een boot om te varen, maar... Dus... Ja, als je ergens ligt en het is slecht weer, wat dus echt de voorspelling is. Ja, de voorspellingen kloppen nooit. Maar die van gisteravond, die was perfect, die voorspelling. Het was verschrikkelijk. De hele nacht heeft het geregend. Gisteravond rond een uur of wat was het? Nee joh. We waren 9 uur terug uit het restaurant. Een uur of 10:30 begon het 's avonds. Gelukkig hebben we hier leefruimte. Dus van hieruit kunnen we ook leuke dingen doen. Alleen, ja, het is een beetje jammer. Ja. Goed. Je bent afhankelijk van de bouwvak. Dat is een beetje jammer. Ja, echt onze vorige vlogs ook van de vakantie. Dat was mooi weer, slecht weer, mooi weer. Het wisselde elkaar af. Vaak tussendoor thuis geweest. Toen we die zeilboot nog hadden ook. Hoe vaak we niet naar huis zijn gegaan met slecht weer. Een paar dagen thuis en dan weer heen. Dat heb ik eigenlijk zien te voorkomen. Ik bedoel, hier, van hieruit. Hier kunnen we ook tv kijken, hier kunnen we ook lezen. We zijn wel weg, we zijn niet thuis. We hebben de auto bij de hand. Dus. En ons er maar gewoon bij neerleggen. Dat is het. Dat is eigenlijk even het punt, hè. Dat je erbij neerlegt. Dit is nou eenmaal Nederland. Kijk, dit doet hij nog steeds als ik met hem aan het lopen ben. Omdat Chris er niet bij is. Kom. Even aan de wandel met Romke. Maar er zit geen gang in. Helemaal niks. Alleen maar achterom kijken of Chris er ook aankomt. Er is niks aan dit. Thank you.
Nou, hier is Suze hoor. Die heeft ons gevonden.